We zitten anderhalve week na de verkiezingen. Balans is als grootste uit de bus gekomen. Nu lijkt het erop dat de coalitie Balans buitenspel heeft gezet. Of heeft Balans zelf de deur dicht gedaan? Hoe was het overleg met Marielle van Alphen van Balans? Marielle en Bart Welvaerts, we hebben twee mensen gesproken. Ja, we hebben prima een gesprek gehad waarbij we gezegd hebben hoe dat wij de uitslag in feite interpreteren en hoe dat wij in ieder geval ook het hele traject naar de verkiezingen toe ervaren hebben. Was het een prettig gesprek? Dat was een prima gesprek, ja. Ja, de grote partij wordt nu buitenspel gezet. Die wordt niet buitenspel gezet, maar het heeft ook heel nadrukkelijk, ik vind het ook in dat opzicht opvallend, ook in de pers heeft uitgebreid gestaan dat Balans zichzelf buitenspel gezet heeft. Die heeft op het laatste verkiezingsdebat heel uitdrukkelijk gezegd op de vraag van is de dubbele overweg de fietstunnel of autotunnel, is het de fietstunnel, is dat een breekpunt? Daar hebben ze ja op gezegd. Nou, als 7 partijen in de raad heel nadrukkelijk zeggen, wij gaan niet het risico lopen dat we de 38 miljoen euro die wij beschikbaar hebben om de verkeersinfrastructuur in Boxtel op te lossen. Die 38 miljoen gaan wij niet op het spel zetten. Dus wij houden ons aan de besluiten en de bestuursakkoorden die er zijn. En één partij, en dat is in dit geval Balans, zegt ja, dat is voor ons een breekpunt bij de onderhandelingen. Ja, dan was de conclusie niet alleen van ons, maar ook van de media, dat ze zichzelf buitenspel zetten daarmee. Dat is jammer. Wij hebben helemaal niet besloten nog niet dat we met de coalitiepartijen doorgaan. Wij hebben gezegd als combinatie 95 in ieder geval dat we moeten constateren. Ik denk dat jullie dat ook constateren. Dat de eerste ronde waarbij Balans het initiatief heeft genomen, dat die poging mislukt is. En dat het nu dus is om andere opties te verkennen. Dat hebben wij gezegd. Als ik social media lees, dan lijkt het erop dat iedereen vindt dat dit doorgestoken kaart is. En dat jullie hier eigenlijk al een besluit hebben overgenomen met de coalitiepartners. Ja, social media, dan moet je wel even kijken of dat wel het hele brede geluid in Boxtel is. Hè. Wat ik heel nadrukkelijk zeg, het is geen doorgestoken kaart, er is niks besloten. Wij hebben wel gewoon met een open houding zijn we die gesprek ingaan, maar we wel heel duidelijk vanuit de kennis en de wetenschap dat één partij, in dit geval wel de grootste partij, dat die een breekpunt op tafel heeft gelegd voordat de besprekingen begonnen zijn. En uiteindelijk is het gebleken, toch ook wel, want anders hoeft er geen informateur naar voren geschoven te worden, dat in dit geval Balans niet gelukt is om voldoende partijen, want er zijn genoeg meer partijen natuurlijk inderdaad, om met voldoende partijen inderdaad een meerderheid te vinden. Nou, dat is toch gewoon een constatering? Ja, maar kiezers die kijken daar misschien toch iets anders tegenaan. Het is natuurlijk al heel snel naar buiten gekomen dat jullie graag met de coalitie verder willen. Nu, na 1 week al, komen jullie met dit alternatief. Terwijl dat eigenlijk Balans nog bezig is met hun gesprekken. Nou, je mag mij aantonen waar wij met het alternatief zijn gekomen. Dat is niet waar. Wij hebben ook de brief die wij geschreven hebben naar de media. Dat hebben we gezegd dat we geconstateerd hebben dat het Balans niet gelukt is om een coalitie te vormen. Daar zal er toch niemand mee oneens zijn. Hè? Dat is gewoon een klinische constatering. En dat het nu is om andere opties te verkennen. Dat hebben wij gezegd. Maar goed, jullie geef het toch duidelijk aan dat hier een voorkeur ligt. En dat is natuurlijk wel heel erg snel gekomen. Nou, ik weet niet waar je het vandaan haalt, maar ik heb dat nergens gezegd. We hebben in het verleden wel gezegd, wij hebben heel prettig met deze coalitie samengewerkt. Heb ik voor de verkiezingen gezegd. Ik heb gezegd van, deze coalitie denk ik dat goed werk heeft gedaan. En in ieder geval in een hele goede, constructieve en prettige samenwerking tot goede dingen gekomen is. Dat wij het goed zouden vinden als we het vertrouwen van de kiezers zouden krijgen. Deze coalitie heeft 13 zetels behouden, dus in dat opzicht is dat vertrouwen in ieder geval zeker niet beschaamd, maar we gaan nou zorgvuldig kijken wat de volgende stap is. En nu gaan wij andere opties verkennen. En het is een andere optie in ieder geval om met de coalitiepartijen verder te gaan. Dat is een optie en we gaan ook naar de andere opties kijken. En wij zullen de komende dagen laten weten hoe dat wij dat proces zien om dat verder in te zetten. Dan toch een vraag dat je al zeg maar binnen een week
uiteindelijk tot de conclusie komt dat het met Balans niet samen kan. En het onderzoek eigenlijk al heel snel met een alternatief komt. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dit vind ik wel af en toe voor de kiezer wel heel moeilijk te begrijpen. Nou, ik snap het echt helemaal niet. Want die conclusie trek jij toch zelf ook? Je hebt toch zelf gezien dat Balans het initiatief genomen heeft, gesproken met alle partijen. Nou, een tweede ronde heeft gehad. En normaal gesproken kun je dan doorgaan met de partijen die een nieuwe coalitie willen vormen. En dan ga je de onderhandelingsproces in. Nou, dat traject is stopgezet. Er is gezegd, we beginnen opnieuw met een informateur. Een informateur begint altijd aan de voorkant. Dat is in deze al niet gebeurd. Maar het duidt er dus wel op dat de poging van Balans niet gelukt is. Daar zul je toch zelf ook in moeten zien. De optie van een informateur of formateur, die is wel direct afgewezen door jullie. Een informateur, dat begin je aan het begin van een traject. Overal, of dat het nou hier in Boxtel is of landelijk is, je begint aan de voorkant van het traject met een informateur. Als je daar halverwege het traject of in het traject mee begint, ja, dan ga je natuurlijk wel verder met de wetenschap die er op dit moment is. En die wetenschap is dat er dus blijkbaar, want ik weet het niet van alle partijen, maar blijkbaar dus niet voldoende partijen zijn geweest die bereid zijn in een coalitie te stappen vanuit het initiatief van Balans. Er is heel veel gebeurd de afgelopen weken. Wat is er eigenlijk in de gesprekken die jullie gevoerd hebben misgegaan? Dan zou ik jullie heel graag mee terug willen nemen naar het begin. Even meenemen in het proces. Ik denk dat het wel interessant is voor de kijkers hoe het gegaan is. De verkiezingsuitslag was duidelijk. Balans is de grootste partij geworden. Dus wij zouden de kar gaan trekken om de gesprekken te voeren. Voorafgaand aan de verkiezingen was al duidelijk dat de huidige coalitie een meerderheid heeft. En zij hebben ook al aangegeven van, wij zouden best samen verder willen gaan. Dus dat maakt het voor ons eigenlijk ook extra duidelijk. De kiezers willen een mix van oud en nieuw bestuur. Hè? De combinatie 95 is groot geworden, Balans is de grootste geworden. Een mix zou het allermeest gedragen zijn, zou het meest recht doen. In samenwerking met andere partijen uiteraard. Gezien de feiten die er zijn, hebben wij meteen gezegd van, nou, we kunnen niet gaan formeren nu. We moeten eerst een open gesprek gaan organiseren met elkaar. En daarvoor zijn alle partijen uitgenodigd. En wij hebben die zaterdag, nu een week geleden, hebben wij met die partijen gesproken. Er zijn gesprekken geweest van een half uur in een hele open sfeer. En daar is het een en ander naar voren gekomen. En dat ging eigenlijk vooral om emoties en oud zeer vanuit het verleden. Het heeft een behoorlijke impact op ons gehad. En natuurlijk, er zijn altijd zaken die niet helemaal lekker lopen. Maar dat het zo diep zou zitten, was voor ons eigenlijk dusdanig signaal. Dat wij gedacht hebben, wij moeten proberen een onafhankelijk persoon te gaan zoeken. En eens kijken of we een informateur bereid kunnen vinden om ons de helpende hand te bieden voor het belang van de gemeenschap van Boxtel. Was er wel voldoende openheid? Of begrijp ik eigenlijk hieruit dat er wel heel veel openheid was vanuit alle partijen? Ja, we hebben dus individuele gesprekken gevoerd met alle partijen. Daar ben ik ook erg blij mee, omdat er dan juist openheid kan ontstaan. En dat is wel het geval geweest, gelukkig. Inhoudelijke zaken zouden we niet bespreken, dus we hebben ook geen onderhandeling gevoerd, want zover is het nog helemaal niet op dat moment. We hebben alleen eventjes de verkiezingsuitslag geduid en is gekeken van, zijn er mogelijkheden naar de toekomst toe? En daarbij kwam erg veel emotie op tafel, ja, absoluut. Je gaf aan dat er verwijten zijn gemaakt. Wat voor verwijten zijn dat dan? Het zijn vooral verwijten die te maken hebben met het verleden, hè? En veel emoties ook die daarbij parten spelen. Ik snap, hè, over en weer gebeuren er zaken. Maar ik denk wel dat je vooral vooruit moet kijken met elkaar. We hebben nu de verkiezingsuitslag. En de kiezer heeft gelijk. Hè? We moeten vooruit gaan kijken en proberen om tot elkaar te komen. Ja, en die mogelijkheid is er niet geweest. We hebben daarvoor te kort bij elkaar gezeten. Ja, we hebben Peter van Wiel gesproken. En die zegt, het is simpel. Balans heeft gewoon een breekpunt opgeworpen met de Blauwe Weg. Ja, dat hebben we inderdaad gedaan. Maar zoals ik al zei, wij hebben een eerste open gesprek gehad om de verkiezingsuitslag te duiden. Kort bij elkaar gezeten, een half uur. Daarin is het breekpunt benoemd.
Maar van onderhandeling is absoluut nog geen sprake. Hè? Daar zijn we nu veel te vroeg voor in het proces. En zoals ik ook al verteld heb, het waren vooral de emoties en het oud zeer dat op tafel is gekomen. En daar moeten wij iets mee. De kiezer heeft uiteindelijk gezegd, ja, combinatie heeft een aantal stemmen erbij gewonnen. Maar balans is de grootste geworden. En we moeten in ieder geval een poging wagen om tot elkaar te komen. En om dan te zeggen, balans heeft zich buitenspel gezet in verband met breekpunt. Ja, dan vind ik dat hij zich er wel heel makkelijk vanaf maakt. Heb jij het gevoel dat er een politiek spelletje is gespeeld? Ja, ik denk echt dat er sprake is van een vooropgezet spel. Ja, gezien de manier waarop de partijen naar mij toe gereageerd hebben per mail. De strekking is ook hetzelfde, zeg maar. Om eventjes een stukje terug te gaan. Wij hebben naar eer en geweten hebben we Ton Rombouts gevraagd om de helpende hand te bieden voor de gemeente Bokstol. Ik vind dat het van weinig respect betuigt. Op het moment dat een huidige coalitie met een minimale meerderheid niet eens de bereidheid heeft of de hoffelijkheid om met de informateur in gesprek te gaan. Om op voorhand al naar mij te laten weten, diezelfde dag, onafhankelijk van elkaar per mail. We hebben geen behoefte aan een vervolggesprek, we hebben geen behoefte aan een informateur, zoals het dan gezegd wordt. En wij willen graag dat de tweede grootste partij verder gaat met nieuwe onderhandelingen. Ja, dan denk ik dat er sprake is van een vooropgezet spel. Het heeft me ook enorm geraakt. Balans heeft nu eenmaal de meeste stemmen behaald. En dat je uiteindelijk niet tot een coalitie kan komen, daar zou ik vrede mee hebben, maar probeer het in ieder geval. Dan ben je verplicht naar de mensen toe. We hebben ruim 20% van alle stemmen behaald en we worden buitenspel gezet. Ja, ik vind het not done. En als ik naar onze eigen kandidatenlijst kijk en de stemmen die we behaald hebben. Wat zit jou nou eigenlijk het meeste dwars? Het meeste dwars. Het zijn een aantal zaken. Op de eerste plaats het gemak waarmee de stemmen voor balans aan de kant zijn geschoven zonder dat we een eerlijke kans hebben gekregen om echt tot een nader gesprek te komen met elkaar. Ondanks de emoties, want daar moeten wij overheen stappen als volwassenen. We moeten vooruitkijken. Op de tweede plaats heb ik ontzettend veel moeite, daar hebben ze me echt mee geraakt, om de manier waarop ze gecommuniceerd hebben dat ze geen behoefte hebben aan de informateur die wij toch zorgvuldig gezocht en bereid gevonden hebben. Hoe is dat gegaan? Afgelopen donderdagavond is de installatie geweest bij de gemeente. De nieuwe raadsleden zijn daar geïnstalleerd vanaf 7:30. Ik heb van 4 partijen afzonderlijk berichten gekregen, zoals ik zojuist ook al verteld heb. Tussen, in een heel kort tijdsbestek voorafgaand aan die vergadering. En de vergadering is gestart. Ik was nog niet op de hoogte van die mailtjes. De inhoud kende ik dus ook niet. En na afloop, toen we nog boven in de raadzaal waren en ik bij mijn familie stond om felicitaties in ontvangst te nemen, toen is Ton Rooms naar mij toegekomen om te vragen naar mijn eerste reactie op de berichten die hij al ontvangen had in de pers. En dan denk ik, wat is er gebeurd? Ik stond echt met mijn mond vol tanden. En ik heb tegen Ton Rooms gezegd van, goh, ja, met alle respect, ik ken de inhoud niet. Ik zou ze heel graag eerst zelf willen zien voordat wij daarover in gesprek gaan. En die ruimte die heb ik gekregen. En toen heb ik de berichten gelezen. Ze zijn alle vier van dezelfde strekking van de huidige coalitiepartijen. Wat deden die berichten met je? Zoals je nu ook wel merkt, die berichten maken mij emotioneel, want ik vind het niet fair zoals er nu gespeeld wordt. En ik ben wars van politieke spelletjes. Ik vind dat je open en eerlijk moet zijn naar elkaar. En er wordt ons een spiegel voor gehouden, dat mag. Daar sta ik ook altijd voor open. Maar de spiegel mag nu ook echt de andere kant op gezet worden. En dat mag wel vaker zo zijn. Het is niet alleen balans. We zijn met z'n allen daar in die politieke arena. En dat er spelletjes gespeeld worden, dat hoort er dan blijkbaar bij. Maar niet alleen door balans dan. Dat wil ik toch heel graag meegeven. Nou is het zo dat zometeen een persbericht uitgaat van jullie. Hebben jullie de handdoek al in de ring gegooid? Ja, de handdoek in de ring gegooid. Kijk, als partijen niet willen praten, als 4 huidige coalitiepartijen zeggen van wij gaan het gesprek niet aan met jullie informateur. En ze communiceren dat rechtstreeks naar mij en tegelijkertijd naar de pers. Dan kun je zeggen, dan gooi je de handdoek in de ring. Maar als ze niet willen praten, willen ze niet praten. Wat is jullie rol dan nog? Wij hebben vanochtend hebben wij contact gezocht met de heer Rombouts en hebben wij de situatie uitgelegd en hebben wij de opdracht zelf ingetrokken, zo moet ik het zeggen, met pijn in ons hart. Want wij zagen echt mogelijkheden, in ieder geval om de bestuurscultuur in Bokstol te gaan veranderen.
Dat sowieso, want dat moet gaan gebeuren. Dit, kijk, wij blijven elkaar tegenkomen in die arena. En er zijn gelukkig ook nieuwe mensen bijgekomen. Hè? Niks ten nadele van mensen die afscheid genomen hebben. Maar je moet met de tijd mee. Je zit nu in een andere bestuursperiode en je moet vooruitkijken. En vooral de samenwerking opzoeken. Daarvoor zitten wij daar. In het belang van de gemeente Bokstel. Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren? We hebben het persbericht zojuist verspreid. Coalitiepartijen zullen daar ook weet van krijgen. En in mijn beleving zitten zij bij elkaar en zijn ze aan het kijken hoe ze tot een coalitieakkoord kunnen komen. Balans vindt het belangrijk dat de bestuurscultuur, die verschillen die er dan zijn, dat die besproken gaat worden. Dat het een discussie wordt in de raad en bij voorkeur voorafgaand aan het vaststellen van het nieuwe coalitieakkoord. Want ik vind dat we daar eerst met elkaar over moeten praten. Ongeacht of wij nu in de coalitie of in de oppositie terechtkomen. Er is werk aan de winkel. Ja, hoe komt het eigenlijk dat er zoveel partijen zijn die niet met jullie willen samenwerken? En dan ben je denk ik niet volledig geïnformeerd. Het gaat vooral om de coalitiepartijen in dit geval, de huidige coalitiepartijen. Ik kan alleen afgaan op de vorige raadsperiode. Misschien is het omdat wij duidelijk zijn. Wij zijn eerlijk en we draaien niet om de feiten heen. Wij willen graag in debat op inhoud, op basis van argumenten. En misschien dat zij daar bang voor zijn. Doen andere partijen dat dan niet zo? Nee, dat doen andere partijen niet zo. Daar kunnen wij ook gewoon een discussie mee voeren, op basis van inhoud. Wat zou je de Bokstelse bevolking nog willen zeggen? Ik heb de laatste dagen regelmatig de vraag gehad van... Goh, Marielle, waarom gooi je de handdoek niet in de ring? Nou ja, dat ga ik dus zeker niet doen. Balans staat ervoor om de mouwen op te stropen en zich volledig in te zetten. En dat blijven wij doen in het belang van de Bokstelse gemeenschap. Dus dat is sowieso niet aan de orde. Ik krijg ook te horen van... nou, ik ga niet meer stemmen de volgende keer. Het heeft toch allemaal geen zin. Heel het circus is voor niks gedraaid. Nou, ik zou de mensen juist willen vragen... ga naar die stembus en laat je stem horen en zorg ervoor dat het de arrogante actie van nu niet nog een keer plaats gaat vinden. Dat zou ik heel graag mee willen geven.